De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat Reuvers zijn werkzaamheden op het vijverterrein mag doorzetten en dat hij tevens de erfafscheiding mag laten staan. Het huidige bestemmingsplan laat deze werkzaamheden niet toe en voor de huidige erfafscheiding is nooit de vergunning verleend. Reuvers spande vervolgens een kort geding aan om de opgelegde dwangsom van de gemeente Tiel te ontlopen. Zijn verweer lag in het feit dat hij de werkzaamheden op locatie al jarenlang uitoefent en daardoor in het overgangsrecht zit. De rechter heeft hem daarmee in het gelijk gesteld. Reuvers wil op de locatie op het vijverterrein ook een loods bouwen, maar tot op heden krijgt hij daarvoor van de gemeente Tiel niet de benodigde vergunning. Reuvers zegt aan alle eisen te voldoen en zal desnoods ook bij dit geschil de rechterlijke macht inroepen als dat nodig mocht zijn. Zo liet hij onze redactie weten.